vraag is geweest, maak nou een slim appartement. Denk er goed over na, over dezelfde functionaliteit van 100 vierkante meter, maar dan op 50 vierkante meter. We zijn vandaag hier in Casco Delfshaven in Rotterdam. En we hebben hier een inspirerende bijeenkomst over tiny apartments. Vorig jaar is Blauwhoed samen met de TU Delft aan een college begonnen. Een aantal collega's hebben ook diverse colleges gegeven. En de uitkomsten van die colleges zijn hier vandaag als model uitgewerkt. Met eigenlijk een kleine blik naar de toekomst toe. Het idee is om de functies van een normaal appartement van 100 vierkante meter onder te brengen in een veel kleinere ruimte. En zo het appartement van de toekomst te ontwerpen. Wij hebben ervoor gekozen om een schaalloos ontwerp te maken, waarbij eigenlijk alle meubels, wanden, deuren en alles eigenlijk in het plafond opgeborgen zit en ook beweegbaar is, zodat je eigen configuraties kan maken en eigenlijk niets vaststaat. Wat wij typisch vragen aan de studenten is, praat er niet over, maar doe het. Bouw prototypes. Dit project zorgt ervoor dat je alleen de ruimte nodig hebt die je op dat moment gebruikt. En dat gebeurt doordat elke muur eigenlijk dynamisch is, kan overal heen. En er kan ook nog eens van alles uitkomen. Het was erg leuk om een keer echt met een marktpartij samen te werken en niet alleen een opdracht voor de universiteit te doen. Ik vond het zeer leuk om te zien dat studenten zo met een open mind iets kunnen verzinnen. Ik vond het heel interessant. Ik vond het ontzettend leuk om te zien dat studenten zo creatief bezig zijn geweest. Ik vind het fantastisch dat Blauwhoed dat doet. En dat moet ook. Ik denk dat dit de manier is om je aangesloten te blijven op de toekomst. En ik denk dat het ook wel voor Blauwhoed staat om het aan te durven.